President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren afgereisd naar St. Vincent and the Grenadines om de 8e summit van de Community of Latin American and Caribbean States bij te wonen. Het staatshoofd benadrukte het belang van een gedeelde visie en eenheid binnen de regio om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Hij pleit voor het opzetten van ideologische verschillen en het streven naar een gezamenlijke aanpak voor de toekomst. President Santokhi wees op de noodzaak van technische samenwerking, intraregionale handel en zakelijke kansen, evenals het belang van integratiemechanismen, stabiliteit, veiligheid en duurzame ontwikkeling binnen de regio. Deze collectieve inspanningen zijn essentieel voor een succesvolle en duurzame groei en samenwerking tussen de staten. Voorts onderstreepte het staatshoofd dat Suriname vastbesloten is om haar rol te blijven vervullen als een leider in bescherming van het milieu en bevordering van duurzame ontwikkeling en dat ze zal blijven streven naar een groenere en rechtvaardigere wereld voor iedereen. Daarnaast is het belangrijk dat Suriname blijft samenwerken met andere landen in de regio om kennis en ervaring uit te wisselen over duurzame energieoplossingen.